mensen, welkom bij Vleiboed Bewust. Als je het vorige filmpje hebt gekeken, weet je dat ik Daan ben, dat ik op een koeienboerderij woon en zo. Als je het nog niet hebt gekeken, bekijk het zeker ook even. Ik ga vandaag wat over de koeien vertellen. Er hoort waarschijnlijk wat lawaai, dus mijn vader die is bezig met het voergeven aan de koeien. Zoals je ziet, hij heeft een machine waar voer uitkomt. En ik ga er nu even naar de koeien. Waar moet ik erin? Oh ja, verkeerde kant. Daan, zingen. In de stal van 100 melkkoeien. We hebben al 50 hectare veld. Voor de mensen die niet weten wat een hectare is, dat zijn ze bij elkaar. 1 hectare zijn 2 voetbalvelden. Dus reken maar uit, ongeveer 100 voetbalvelden. Dit is een stal. Zoals je ziet zijn ze allemaal, zijn alle koeien aan het eten. Hoe meer hectare, hoe meer koeien je mag melken. Dus wij komen op de 100. De koeien doen een paar dingen in de stal. Ze kunnen naar de melkloop, kunnen zich melken. Dat doen ze om de 6 uur. Ze bepalen zelf of ze moeten melken. En dan gaan ze gewoon, als ze denken ik moet melken, dan gaan ze er naartoe. Die robot controleert ook of ze echt wel moeten melken, want sommige koeien die gaan er omheen. Want ze krijgt tijdens het melken blokjes, dat vinden ze lekker. Ze kunnen zichzelf, ze kunnen water drinken, dat kan hier. Ze kunnen zichzelf borstelen. Zo er tegenaan duwen. Gaat hij draaien? Die zal niet lukken. Ze liggen verder nog, ze poepen en plassen en eten. Nou, dat is wat ze hier doen. Ik hoop dat je hier weer wat van hebt geleerd. Ik ga binnenkort weer een filmpje maken en ik heb nu wat over de koeien verteld. En doe een blauw duimpje omhoog en abonneer eventjes op dit kanaal. Ciao!